Conferentie Clustergastvrijheid, 7 maart 2024. Inspiratiedag voor horecadocenten bij hotelrestaurant De Echoput. Deze keer waren 50 horecadocenten de gast bij hotelrestaurant De Echoput in Hoogsoeren, vlakbij Apeldoorn, gelegen naast het kroondomein Het Loo. De dag begon al prachtig, een strak blauwe lucht en een stralende zon. Na een welkomstwoord van Arend Jans van het ROC van Amsterdam, tevens de vaste organisatie van de tweede dag, opende Peter Klossen, restaurateur-eigenaar, deze inspiratiedag met de bakkende titel Het Belang van Gastronomie en Smaakonderwijs. Peter legde op heldere wijze uit wat het verschil is tussen money-driven en nature-driven als het gaat om de huidige productie van ons voedsel. En gaf tevens aan dat men op deze wereld op dit moment lekker bezig is. Na de workshop werden de docenten onder begeleiding van een boswachter het bos ingestuurd. Na terugkomst bij de Echoput werd het gezelschap door meesterkok Jelle Wagenaar getrakteerd op een demo Artificial Intelligence met gebruikmaking van het interactieve programma MetaChef. Een programma met aantrekkelijk lesmateriaal en 3D-content. Vervolgens werd er een proeverij van alcoholvrije wijnen aangeboden door Jan Rutte van het Proefstation in Haarlem. Een verrassend goede selectie van mooi gestileerde dranken werd aan de aanwezigen geschonken die de naam alcoholvrije wijn niet zouden hoeven dragen. Simpelweg omdat het veel beter smaakte dan de alcoholvrije wijn die tot nu toe op de markt zijn verschenen en een veelwaardige begeleider van lekkere gerechten is voor de gast die geen alcohol wenst. Tijd voor de lunch. Om de opgedane kennis in de praktijk te toetsen werden de docenten uitgenodigd naar het restaurant van de Echoput om een heerlijke en delicate lunch geserveerd te krijgen met mooie, maar vooral ook lekkere gerechten volgens het principe Driven by Nature. Een lekkere mousse van schorseneren, houtduif, een stoof van wild, klassiek bereid en een rendang van wild. Er is nu in mijn wereld best wel wat aan de hand. En een van de dingen is dat als je nou een volwassen man wil noemen, wat in de wereld ongelooflijk veel wasbescherming nodig heeft, dan is het wel onze lieve Vitis vinifera. Het geheel werd mooi afgerond met een kaasproeverij van uitsluitend Nederlandse kaassoorten, verklaard en geserveerd door Tim Wellenberg van restaurant Latour, fromager van het jaar 2024 en tevens stammende uit een kaasmakende familie. Een groot compliment gaat uit naar het complete team van hotelrestaurant De Echoput voor het verzorgen van deze fantastische inspiratiedag voor horecadocenten.